Maar die behandelen me af en toe als een klein kind, daar kan ik niet zo goed tegen. Zo. Ramon de Nenni, goedemorgen. Goedemorgen. Ik liep er net zo voorbij en ik had al gezien dat dit pand is verkocht. En dan zie ik jou ervoor staan. We zitten in de oude Sterrenwacht aan de Herengracht. Is dit de zaal waar vroeger de Beuk in zat? Zijn we daar nu? De Beuk heeft daar in de laatste tweede fase gezeten. Hè? Eerst zaten ze op de Koorkerkplein, geloof ik. En in de laatste paar jaar hebben ze hier dan gezeten. Hey, maar nu dacht ik dus, ik vind het trouwens, het ziet er allemaal wel heel gaaf uit hier. Nu dacht ik natuurlijk, in mijn onschuld, het gaat zo goed met Ramon dat hij dit pand heeft gekocht. Maar het is een beetje een ander verhaal, hè? Ja, ik zit hier gewoon naar Antikraak. Het leuke van Antikraak is dat je wel op hele leuke locaties terechtkomt. Ik heb ook een paar maanden in Den Haag gezeten in de oude staatsdrukkerij. Dat was echt een waanzinnige ruimte. En anderhalf jaar in Rotterdam, ook Antikraak. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment weer uit. En hier ook. Dus het is verkocht hier aan een, als ik het goed begrepen heb, zorginstelling voor dementerenden. Oké. Okay. En ja, wanneer je eruit wilt, dat weet ik niet. Het kan nog een paar maanden duren. Het kan ook wat langer duren als, want dan moet hier verbouwd worden. En dan kan de volgende eigenaar eventueel de antikraakcontracten overnemen. Ja, maar er wonen hier ook nog een paar mensen tijdelijk nu. Ja, er wonen ook twee mensen hier tijdelijk. En dat is dan eigenlijk de dubbele functie van de antikraak, is dat jij ook dat jullie ervoor zorgen dat er ook niet zomaar wordt ingebroken. Ja, precies. We zijn beschermers. Ja, ja. De grap is dat ik ooit daar binnen ben gekomen en ook... Ik kwam erachter dat de Catalaanse betekenis van mijn naam, Ramon, betekent wijs beschermer. Oh ja? Dus... maar ik zie hier ook, ik zie hier ook muziekinstrumenten staan. Doe jij daar ook iets mee? Of? Ja. Ik ben nu met een eigen muziekproject bezig. En we hebben natuurlijk de Boswachters, hè? Onze smartlappen band. Waar die eerste LP mee aan het maken zijn. Misschien ooit afgekomen. Dus dat... Maar nu hoorde ik je er net stond je even buiten te kletsen met Leo Hannewijk, mm-hmm. een redelijk bekende zeer wel. Ja, ja, ja. En toen ving ik natuurlijk al wat dingetjes op. Maar je liet je ook ontvallen dat je mogelijk Zeeland gaat verlaten, omdat het, hoe zullen we het eens netjes zeggen, de omstandigheden voor kunstenaars zijn nou niet helemaal ideaal. Ja, nou ja, goed. Ik heb dat nu een paar jaar geleden al gezegd in een artikel in de PZC en dat wordt altijd misverstaan. Eén. Wil ik duidelijk stellen dat ik enorm van Zeeland hou. Ik woon hier al 40 jaar. En ik, als ik Zeeland verlaat als kunstenaar, moet ik zeggen, want ik blijf hier gewoon wonen en ook gedeeltelijk wel werken, dan doe ik dat met toch wel enige tranen. Het is niet zo dat ik nou zit te juichen om hier weg te moeten. Maar als je als kunstenaar je werk serieus neemt en je wilt daar meer mee besteken, dan moet je absoluut niet in Zeeland blijven. Nee, want ik hoorde ook zouden worden, ja, er zijn allerlei plannen steeds, maar eigenlijk worden ze in de praktijk meestal niet tot uitvoering gebracht. Of... Nee, nou ja, kijk, als Middelburg heel erg, we zijn in gesprek met de gemeente en als Middelburg dan zegt, ja, wij zijn de broedplaats van cultureel Zeeland enzovoort enzovoort, dan zeg ik, ja, een broedplaats, prima, maar dan heb je ook een nest nodig. En op dit moment worden ongeveer alle nesten weggewerkt of verkocht. Ja. En dit pand in feite ook zou een heel mooi nest kunnen zijn, ja, voor ontmoeten. Nou, je ziet het, Leo fiet langs, de cultuurwerf was hier vanmorgen ook. Ja, die hadden wat spullen van jou. Het is een enorme ontmoetingsplaats, zou het kunnen zijn. Want dat heeft het is gewoon een mooie plek daarvoor in de stad. Maar ja, als dat allemaal weg... bezuinigd wordt of verkocht wordt, omdat Middelburg ook financiële problemen heeft, dan, ja, dan lukt dat niet. En eigenlijk, ik moet even Ernst-Jan Roosendaal, die nog steeds een stuk erover zou schrijven, van de PC, vat het een keer goed samen. Die zei van ja, jullie zijn een jaar of 10 geleden met die crisis de antikraak ingeduwd, want dat was het enige wat je kon betalen. Ja. En dat was volop antikraak. En vervolgens ben je daar dus na 10 jaar gewoon afhankelijk van. Maar wat gebeurt er dan? Dan is de crisis voorbij.
Ja. En wat gebeurt er? Allerlei projectontwikkelaars die gaan weer investeren, kopen de gebouwen op. En dus is er nauwelijks meer anti-kraak. Een goede economie is slecht voor de creativiteit. Nou ja, in ieder geval voor de anti-kraaksfeer. Ja, en het feit is dat wij natuurlijk 10 jaar lang en nog steeds voor low budgets dingen doen. En iedere keer als ik ergens voor werk hier in de provincie, is het van, ja, zou je daar zo over na willen denken, maar we hebben geen geld. Dat is ongeveer wat er aan mij wordt gevraagd. Maar jij zat ook een tijdje anti-kraak in de voormalige stedelijke aan de Churchill aan. Ja, precies. En daar ging je ook een plan voor ontwikkelen, toch? Daar hebben we een plan voor ontwikkeld in opdracht van de gemeente eigenlijk. Een vraagstelling van de wethouder toen. En daar zou een aantal zaken in geïmplementeerd worden. Zoals de kunsteducatie die nu per 1 november als het goed is op straat komt te staan. Een stukje kipvis wat per 1 januari moet stoppen. Als het allemaal zich doorzet. En dat zou daar een soort... En de gemeente was, of tenminste de wethouder toen, was zeer welwillend daarin. Alleen toen puntje bij paaltje kwam, moest ik daar anti-kraak uit, was ik geen partij. Omdat er twee scholen, omdat er een school achter ook in kwam, die niet door één deur kon met een school aan de voorkant. Dan zouden we gewoon kunnen blijven. En ik moest het muzieklokaal uit en de straat. En het is nog steeds onduidelijk of het Osteria College ook in dat lokaal komt. Het kan best zijn dat nu 2 jaar leeg gaat staan. De straat, dat is dat lange deel aan de achterkant. Ja, ja, tussen het voorkant en de achterkant. Het oude muzieklokaal. Precies. Ja. En ik heb daarachter ook in les gegeven, dat niet voor niks ook aangezet. Want ik heb gezegd, toen ik in 86 van de academie kwam, heb ik daar les gegeven met Jan van Leeuwen samen, Henny Schrijver, Leen Quist, Dave Meijer heeft daar les gegeven. Ja. Co de Jonge heeft natuurlijk zijn street gallery ontwikkeld, Sebastian Spit. Noem maar op. Dus het heeft een best wel rijke kunstachtige geschiedenis daar. Dus het zou een ideale, geweldig plek zijn om daar een nieuw cultuurcentrum te ontwikkelen. Maar dat ging dus niet door. Maar nu zit je dus tijdelijk hier en je hebt behoorlijk wat spullen. Als je dan als kunstenaar Zeeland verlaat, verhuist het dan allemaal mee? Of hoe gaat dat dan? Nou ja, kijk, in feite was de gedachte toen ik nog in die school zat. Ik heb natuurlijk een enorme collectie boeken en strips, maar ook dvd's en lp's niet, want die gaan naar mijn zoon, die is popmuzikant. Kijk. Dus ik dacht, nou weet je wat, mijn kinderen zijn daar niet zo in geïnteresseerd, dat schenk ik dan aan het centrum. Dat kwam omdat ik had een keer cultuurkwadraat op visite. En vervolgens, die vonden het zo leuk, die zouden wel eens een dag willen komen zitten bij mij om wat boeken te lezen en te bekijken enzovoort. Ja, maar je hebt inderdaad dacht ik, weet je wat, dat schenk ik dan aan het centrum. Want dan krijg je tenminste een goede bestemming. Zijn het ook vooral kunstboeken of wat? Veel kunstboeken, een paar romans en heel veel strips. Dus ik ben nu weer wat series dan maar aan het verkopen. Nou weet je, we hebben nu al bijna 10 minuten gekletst. Eigenlijk zouden we dus veel uitgebreider in moeten gaan op wat jij allemaal hebt gedaan en nog steeds doet. Vind je dat ook niet leuk? Ja, dat is prima. Maar ik vind het in ieder geval leuk dat je nu al een klein tipje van de sluier hebt gegeven. En dan weten we ook wat hier gaat gebeuren. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat in het kunstklimaat, dat ze toch wakker worden hier. Ja. Is wat meer gaan nadenken over dat het niet altijd alleen maar om het geld moet gaan. En, misschien het tegendeel wel zelfs. Precies. Ik had nog een leuk stukje wat we gisteren in Stedelijk tegenkwamen. Dat was grappig. Waarom mijn partner natuurlijk bijna over de nek ging. Maar even kijken of ik het zo snel voor je kan vinden. Hoor. Dat was in Stedelijk en daar is nu een overzichtstentoonstelling waar Marinus Boezem zijn lakens weer buiten. Oh, dat heb ik gezien, ja. Juist. Maar er hing daar een stukje van Laurien Weijers aan het breien in 1971. In 1969, toen veel mensen geobsedeerd waren door het nieuwste van het nieuwste en door de futuristische technieken zoals de ruimtevaart, liet Laurien Weijers het jachtige leven in Amsterdam achter zich en trok naar de afgelegen provincie Zeeland. Samen met Ben Darmagnac, dat is wel een bekende naam ook hier, en zijn vrouw leidden ze daar een sober bestaan, zoals blijkt uit het karige interieur dat hier te zien is. Zonder enige moderne voorziening of aankleding. De eenvoud van hun levensstijl deed 19e eeuws aan. In het zelfverkozen isolement in een van de dunst bevolkte provincies van Nederland was het de bedoeling het eigen ik te herontdekken en weer volkomen zichzelf te worden. Kijk, dat is een mooie afsluiter. Ja. Dankjewel.